Dag iedereen. Zoals altijd, veel licht en liefde. We zijn nu al dag 14, dat ik albums uit mijn collectie toon. Nu, de meesten onder u zullen wel gedacht hebben, of de meesten die mij kennen alleszins, zullen wel gedacht hebben, wanneer gaat hij er eindelijk eens aankomen? En vandaag is de dag de band die de meeste impact op mij heeft gehad, of toch een van de meeste impact op mij heeft gehad. Pink Floyd. Nu, heel moeilijk om een album te kiezen van Pink Floyd om met jullie te overlopen. Hoe langer de crisis doorgaat, hoe meer kans er nog is dat ik nog eens een album apart met jullie ga bespreken van Pink Floyd. Maar zoals je ziet, dit zijn zowat alle studioalbums van Pink Floyd, beginnende van 1968. Ik zeg studioalbums, er zijn ook heel veel verzamelalbums en allerlei soorten albums van Pink Floyd, maar dit zijn de echte studioalbums. Nu, om te zeggen welke ik de beste albums vind, is gewoon te moeilijk. Ik ga gewoon zeggen dat er 3 albums zijn in deze catalogus die ik bijna nooit opzet en niet zo goed vind. En dat zijn de laatste, A Momentary Lapse of Reason en The Final Cut. Die albums vind ik eigenlijk niet zo denderend. De rest is ongelooflijk in mijn oren. En dat hoor ik buiten een auto. Ik weet niet of jullie dat op de camera hebben. Nu, we beginnen natuurlijk in 1968. Blijkbaar is het eerste album van 1967. Niet 68, gelijk ik zei, 67. Dus Pink Floyd en Oeuvre begint in 1967 met hun eerste album. Met Pink Floyd, toen Syd Barrett nog bij de band zat, of nog de main songwriter van de band was. En Syd Barrett is daarna, wegens te veel druggebruik, heeft hij psychische problemen gekregen. Was hij niet meer betrouwbaar in de band en hebben ze hem eigenlijk gesackt. Dus in het tweede album is nog één nummer waar Syd Barrett aan meewerkt. En voor de rest wordt dat gat opgevuld door David Gilmour, die daarna, natuurlijk daarna een legendarisch gitarist is geworden bij bepaalde albums van Pink Floyd. Dan natuurlijk Dark Side of the Moon, het album waar ze mee een super groep zijn geworden, een stadionband, een van de meest verkochte albums aller tijden. Een heel bekend album natuurlijk. En natuurlijk albums gelijk The Wall, ook heel bekende albums. Nu, de interessantste periode van mij, van Pink Floyd is, voor mij, is de periode juist na Syd Barrett vertrekt en hun opus Dark Side of the Moon. Dus de periode hier tussenin vind ik de interessantste periode. Vind ik de beste periode. Toen waren ze heel experimenteel, zoekende naar een eigen sound. Omdat Syd Barrett natuurlijk weg was en de songwriter was. Ze hebben nog altijd die oude psychedelica-invloeden van de Syd Barrett-era. Maar ze duwen dat verder in een meer proggy manier. Dus meer uitgesponnen en meer nog muzikaler. Maar ik vind het ook interessanter omdat het nog niet zo afgelikt is als Dark Side of the Moon zelf. Dus de sound is zo wat rauwer. Meer zoekende. Dat is eigenlijk duidelijk een band die zoekende is. Wat heel chique experimenten leidt. Gelijk Uma Guma en Atom Heart Mother zijn echt bommen van platen. En natuurlijk, mijn lievelingsplaat, denk ik, is Metal van, met het grote nummer Echoes op. Echoes is echt een ongelooflijk nummer. Nu, ik weet niet wat ik kan hier zoveel over zeggen over al deze platen. Het zijn zo goede platen. Platen die me zo nauw aan het hart liggen. Dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Nu, ik moet zeggen, wat het meeste impact op mij heeft gehad van Pink Floyd is dit. En daarover wil ik het ook met jullie hebben. Pink Floyd live in Pompeii. Ja, ik denk dat ik 16, 17 was of rond die leeftijd dat ik vaak muziek-dvd's in de bibliotheek ging huren. En ik heb deze meegepakt en dit is echt voor mij, dit heeft mijn leven veranderd eigenlijk. Deze muziek heeft echt mijn leven veranderd. Dit concert heeft echt mijn leven veranderd. Nu, jullie zullen denken, een dvd bespreken, dat is geen plaat hè, want het gaat over de record collection. Ja, dat is waar, maar ik ga daar een mouw aan passen. Ik heb namelijk een dubbel vinyl bootleg LP van Pink Floyd Live in Pompeii. Dus technisch gezien heb ik dit ook in mijn albumcollectie zitten. Voilà.
Zo kan ik er toch een mouw aan passen om eigenlijk een film te bespreken. Nu, en deze film is super. In deze film doet Pink Floyd een optreden in Pompeii, in een oud Romeins amfitheater. Het is een klassiek Romeins amfitheater, heel chique locatie. En ze speelden eigenlijk voor niemand. Dus in een leeg amfitheater doen zij een concert en spelen zij een deel nummers. Ik vind het een van de beste live performances van Pink Floyd. Geven ze zich volledig. Nu, de nummers die ze hier spelen, spelen zich ook vooral af uit de tijd van tussen dit album en Dark Side of the Moon. Een paar nummers van Dark Side of the Moon worden hier opgespeeld. Het album was eigenlijk nog niet uit, denk ik, Dark Side of the Moon. Ja, wat moet ik zeggen? Pink Floyd bestaat uit Nick Mason op drum. Niet de meest technische drummer, maar wel een drummer die mij enorm heeft beïnvloed. Eigenlijk de drummer waardoor ik ben willen beginnen drummen. Dan David Gilmour op gitaar. Nu, als je de lijst opzoekt van de top 100 beste gitaristen aller tijden, dat je David Gilmour sowieso terugvinden. Hij is een heel invloedrijke gitarist geweest. Enorm. Zijn solo op het nummer Comfortably Numb van The Wall is denk ik een van de meest legendarische gitaarsolos aller tijden. Dan Richard Wright op toetsen, die heel veel voor de atmosfeer doet, zeker in deze live DVD. De atmosfeer wordt zo fel gebouwd door de toetsen. Richard Wright heeft echt heel veel invloed op die early psychedelic sound van Pink Floyd. En dan natuurlijk Roger Waters op bas. En Roger Waters is daarna natuurlijk een van de main songwriters geworden. De grote conceptalbums, gelijk Animals en The Wall en dat soort dingen, zijn eigenlijk vooral door Roger Waters geschreven. Nu, de zang wordt gedaan door David Gilmour en Roger Waters en Richard Wright met momenten. Ik kan dus overlopen de nummers die ze hier spelen. Echoes. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dat begint met een shot van buitenaf van het Oud-Romeins amfitheater met Pink Floyd die in het midden staat. En dat desolaat gevoel, dat is zo bijna desertly, woestijnachtig, alle ruïnes. En dan Pink Floyd daar middenin met echo's. Nu, ik kan dat niet beschrijven. Dat begint met dat solarke wat hoort. Een desolaat geluid. En dan komen we dichter en dichter bij de band. En tot we in het nummer Echoes komen. Een enorme soundscape, een enorm nummer, enorm cool gespeeld. Nu, wat het anders maakt dan bijvoorbeeld op de albums is het drumwerk hierop. Nick Mason op de drum heeft meer de kans om freestyle te gaan hierop. Dus toont iets meer van zijn kunnen. En dat is echt flamboyant hoe hij dat drumt. Echoes hierop, echt ongelooflijk. Toen ik dat zag, dacht ik, wauw, ik wil drummen. Dan Careful With That Axe, Eugene. Een nummer van het tweede album. Donker, grimmig, heel atmosferisch. Het is bijna iets uit een horrorfilm op een gegeven moment. En dan Roger Waters' zijn screams hierop. De geluiden, hij maakt echt zo beestgeluiden met zijn stem. Zo echt ongelooflijk. A Source Full of Secrets. Het begint bijna met een noisy intro. Heel noisy, bijna kabaal. Hoe noemen ze zoiets? Een cacophonie van klanken, maar die op een gegeven moment mooi samenvallen. En dan in een super vocal nummer, vocaal gezongen stuk muziek komen. Hoe dat overgaat van dat cacophonie in dat mooi melodische, harmonische, heel opbouwende, heel sferische nummer. Ongelooflijk, ik vind dat een ongelooflijk nummer, maar hier op deze versie van de Pompeii is dat gewoon nog beter. Ascend Them, One of These Days, dit moet ik zeggen, One of These Days, ook zo'n zwaar nummer. Ik moet dat ook in zijn tijd plaatsen, One of These Days, dat is de jaren 60, 70, hoe zwaar dat was. Maar ook Nick Mason zijn drumwerk hierop. Nu, zoals ik zeg, dat is geen technisch drumwerk, helemaal geen technisch drumwerk, maar toen ik die hierop zag spelen. En om dit nummer krijgt hij duidelijk zijn tijd in de spotlights op de DVD. Toen ik dit zag spelen, hoe hij eruit zag, hoe hij dat speelde, de energie erachter, toen heb ik besloten, ik wil drummen. Ik keek zo fel op naar dit gegeven zo.
Ik vond dat zo cool, ik vond hem zo cool. Met zo'n lang haar en een vlinder op zijn t-shirt. Echt zo, ja, hippie-tijd achter zijn drum en gaan. En dan die David Gilmour op de achtergrond op zijn lapsteelgitaar. Dit heeft mij, toen wou ik een drummer worden. Toen ik dit zag, wou ik een drummer worden. Het is ook chic dat als je hem ziet spelen en helemaal opgaat in zijn drummer, dat hij weer met een drumstok verliest en direct terug vervangt door een andere drumstok. Dus dat is ook heel chic aan dit. Hè. Dit is niet de perfectie. Dark Side of the Moon en zo is de perfectie ook in mix en producing. Dit is zeker niet de perfectie zo. Dit zijn gewoon vier mensen die muziek spelen. Maar hoe? Wauw. Wauw. Dan Mademoiselle Knobs, waar ze een hond laten meezingen of laten meejanken op de muziek. Set the Controls for the Heart of the Sun. Ik vind het sowieso al een heel goed nummer, maar weer al, de live versie op Live Pompeii is zoveel beter dan de albumversie, omdat Roger Waters hier een heel mooie vocal zingt. Heel zweverig, heel psychedelisch. Ja, Nick Mason's een drumwerker op alles, zit ongelooflijk in elkaar. En dan Echoes Part 2. Dus Echoes is in twee delen gesplitst. Dan de beelden van Pompeii, de beelden van mozaïeken, van delen van de oude ruïnes, delen van de omgeving, afgewisseld met de muziek van Pink Floyd. Op de dvd staan ook delen van de opnames in Abbey Road Studio, waar ze Dark Side of the Moon aan het opnemen zijn. Dus daar bestaat de dvd uit. Je hebt die live footage van een Pompeii, dan sfeerbeelden van een Pompeii en de omgeving. En dan studiobeelden van de recordings van Dark Side of the Moon. Dit geeft een ongelooflijk, ongelooflijke film. Ik denk dat dit het meeste impact op mij heeft gehad van alles in muziek wat ik ooit ben tegengekomen. Hoe ik muziek beleef, hoe ik muziek beluister. Toen ik dat pas keek, ik heb dat misschien 30 keer achter elkaar gekeken. Ik was zo mee. Ook gewoon Echoes, het eerste nummer al, David Gilmour zijn gitaarspel hierop. Hoe schreeuwend en experimenteel en ze zagen er toen op hun best uit, ze waren echt op hun best. Zo. Ze zagen er zo cool uit, ik vond het zo'n coole band. Ook het image van de band, moet je voorstellen, ik weet het, het is een beetje vreemd misschien, maar heel het image hoe de band eruit zag en hoe ze overkwamen, vond ik zo cool. Dat was echt, dat was rockmuziek voor mij. Dus ik hoop jullie op het einde een klein stukje te kunnen laten zien van One of These Days. Ik hoop dat het mij dan lukt met de copyright claims. Ik ga proberen het achteraan in de video te zetten. Dit is voor mij het hoogtepunt, een muzikaal hoogtepunt. Ik ben sowieso een heel grote Pink Floyd fan. Een super grote Pink Floyd fan. Maar Pink Floyd live in Pompeii is voor mij de epiphany. Dus bij deze, Pink Floyd live in Pompeii. Nu op de dvd staat 1971, maar ik denk dat het eerder 1972 is uitgebracht. Ik weet het niet precies. Maar bij deze. Mensen, deze dvd, als je van muziek houdt, moet je ooit gezien hebben. Je moet dat ooit gezien hebben. Dat is echt een hoogstaander. Een hoogklimmer. Ongelooflijk. Pink Floyd live in Pompeii. Voilà.